De Surinaamse Militaire Academie, SMA, heeft 13 jonge Surinamers in staat gesteld een basisopleiding te volgen tot onderofficier. Op dinsdag 2 augustus 2022 vond de allereerste diploma-uitreiking plaats in de Mimrebuku-kazerne in aanwezigheid van minister Krishna Kumari Mathura van Defensie, hoge militaire functionarissen, collega's, familie en vrienden. De legerleiding geeft aan tevreden te zijn met de inzet en discipline van de cursisten. 3 jaren terug toen u begon, wist u niet eens van uzelf dat u dit zou behalen. Fysiek niet, mentaal niet. Ja? Vandaag de dag, nu, na bijkans 3 jaren, kunt u terugkijken en zeggen van ik ben trots op mezelf. Ik heb mijn grenzen verlegd. Ik heb mijn mentale grenzen verlegd, maar ook ik heb mijn fysieke grenzen verlegd. En dat is precies wat een leider doet. Precies wat een leider doet. De mensen die leiding hebben gegeven aan u in de afgelopen 3 jaren. Het zij het management van de Surinaamse militaire school, het zij de docenten, hebben allemaal u daar gebracht waar u uit uzelf niet had gedacht dat u daar zou komen. En mag u trots zijn. En daar hoort ook waardering voor. En dan dank je wel voor dat u dat in staat bent. Maar uw carrière eindigt vandaag niet hier. Echt niet. Het is pas het begin. Want u gaat de schakel zijn tussen de manschappen en de officieren. En een hele belangrijke schakel. Het is opleiding waar mensen dus worden opgeleid tot onderofficier, zodat ze dus op een middelmanagement niveau gaan functioneren binnen de organisatie. Hoe is de selectie geweest? De selectie is een keiharde selectie geweest. Er was een selectiecommissie waarbij we, ik geloof, we hebben een groep van meer dan 200 kandidaten gehad. En uit die groep van 200 kandidaten zijn er maar 17 erdoor gekomen. Omdat het bestaat uit een selectie waarbij dus is een medische keuring, een fysieke keuring, er is een antecedent onderzoek, er zijn een aantal onderzoeken. Dat de mensen moeten doorstaan alvorens ze geselecteerd kunnen worden. En hoe lang heeft deze opleiding geduurd? Aanvankelijk zou de opleiding 2 jaar moeten duren, maar het heeft bijkans 3 jaar geduurd. Wat is de volgende fase van de officieren? Hoe zullen ze ingezet worden in het leger? Oké, dus wat er nu zal gebeuren is dat de mensen volgende week overgedragen zullen worden aan het onderdirectoraat personeelsaangelegenheden. En zij gaan dus voor de mensen hun plaatsing zorgen. Maar de mensen worden allemaal geplaatst binnen het Nationaal Leger. Dus ze gaan echt daadwerkelijk allemaal daadwerkelijk de kans krijgen om ervaring op te doen. We zijn in een informatietijdperk en die kennis ligt voorhanden. Dus gaat u vooral op zoek naar die kennis. Stilstand betekent achteruitgaan. Die wereld om ons heen is niet gestopt. Die wereld om ons heen verandert elke dag, elke minuut, elke seconde. Dus blijft u vooral leren. Uw vaardigheden. Maakt niet uit of het nou fysieke vaardigheden is, fitheid is, maar of het is nou schieten, alle andere vaardigheden die u geleerd heeft, communicatie, communiceren, alle andere vaardigheden die u geleerd hebt, die moet u bijhouden. Vaardigheden zijn nu iets, als je het niet bijhoudt, verlies je het. Dus je moet het blijven bijhouden. En als laatste punt, uw inborst. Kennis en vaardigheden zijn heel mooi, maar uiteindelijk zal uw inborst bepalen of u de top haalt. Want u heeft al gemerkt in de opleiding, die inborst van u, doorzettingsvermogen, kunnen fighten om je doel te bereiken. Ja? Mentale kracht, discipline, om elke dag toch te leren. Of je nou moe bent of niet moe bent, zin hebt of niet geen zin hebt, als je succes wil, dan zal je elke dag dat toch moeten doen. Er zullen verleidingen op je afkomen. Maar laat dat niet doorslaggevend zijn
Focus je op je doel. Stel targets voor week, maand, plan dingen en voer die targets uit. Is net als wat ik zei in mijn speech, ik wilde altijd al militair worden. Mijn vader was militair en ik zag ze handelen en zo. Dus vandaar dat ik zei van, hey, ik wil dit ook doen. Dit is wat ik wil. En ik heb het gedaan. Wat voor boodschap heb jij aan andere vrouwen? Wees niet bang om wat te doen. Ga die uitdaging aan. En niets is moeilijk if you want to. Yeah. En als enige vrouw binnen de groep tussen zoveel mannen, hoe heb je dat zelf ervaren? Kijk, ik ben tussen veel heren opgegroeid, dus vanaf het begin was het geen probleem voor mij. Het waren wel nieuwe mensen, nieuwe mentaliteiten en zo. Maar we zijn er doorgekomen, dus het was geen issue. Wat is de volgende stap voor jou? Sowieso verder gaan. Ik ga me sowieso verder scholen, buiten. En daarna kijken wat ik nog kan doen hier. Maar dit is niet het einde van.